Hallo, ik ben Luc. Vandaag maken we een doe-het-zelf ijsje. Een sinaasappelgarnité, oftewel het oerijsje. Wat hebben wij allemaal aan ingrediënten nodig? 8 persinaasappels, 100 gram suiker, ongeveer 400 milliliter water. Maar dat hangt af hoeveel sap er uit de persinaasappeltjes komt. Dan hebben we ook nog nodig een garde en een maatbeker, een platte bak, een vork of een lepel, een grote maatbeker om in te mengen, een snijplank en een mesje, maar wees voorzichtig met het mes. Een sinaasappelpers en een wekker en natuurlijk een glas om je sinaasappelsap in op te vangen. En als laatste een glas, een lepeltje en een rietje. Eerst doen we het water in de kan. Doen we het suiker erbij. En dat gaan we even mooi kloppen. Dat de suiker mooi oplost in het water. We gaan de sinaasappeltjes snijden. En denk erom, wees voorzichtig. Nu gaan we ze persen. Mag bij het suikerwater. Laatste ook erbij. Dan hebben we ongeveer een liter. En dat is water, suiker en sinaasappelsap. Nou gaan we alles in de platte bak doen. En we zetten het in de vriezer. En het klokje zetten we op 60 minuten. Het mengsel is al aardig bevroren, maar nu moeten we het gaan omleggen. Het vocht moet weer door het ijs heen, zodat het mooi bevriest. We gaan het helemaal kapot maken. En dan gaat het weer terug de vriezer in. En de vriezer zetten we weer op een uur. En dat doen we 3 of 4 keer, totdat jij denkt dat jouw ijsje lekker is. Zie je wel, het wordt al steeds meer ijs. Kijk, en zo moet het eruit zien. Je schept het in een mooi glas. Rietje erin, lepeltje erbij en smullen maar. Oh, dit is zo lekker. En nou jij.